jongeren dit doen? Ernst Ameling vertelt. Jongeren die komen de laatste 10 jaren, 20 jaren misschien wel, met zulke gruwelijkheden in aanraking op de televisie en daarbuiten. Van IS bijvoorbeeld, die filmpjes van die onthoofdingen, verkrachtingen in oorlogen, dat de drempel om ook zoiets te gaan doen lager zou kunnen worden dan vroeger. En als andere grote groeperingen zeer gruwelijke daden plegen, dan ben je niet meer de enige. Dan is de drempel om het van fantasie te gaan doen, kan dan lager worden. Mark, je zat gelijk te knikken toen je dit filmpje zag. Te knikken. Dit is weer toch wel een beetje een klassiek geval van geef de media maar de schuld. Ja. De media is de schuld van alles. Ja, dat blijft een beetje storend. En mevrouw van Torenburg zegt net, ja, in Japan is het gewelddadige films op televisie veel groter. Daar is het geweld op in de maatschappij lager. Dus deze man moet dat niet zo zeggen. Dus die link kan niet zo maken. Dat moet je echt bewijzen hebben. Dat stoort me enorm altijd. Is dat zo, die vergelijking die je zegt? Ja. Dus ik weet niet of het daar nou aan ligt. Maar we zien wel een tendens, dus dat het jonger is. Het dan wel komen, volgens u? Ja, ik weet niet. Het is een soort groepsdruk. Op een of andere manier is die groepsdruk onder de jongeren groter en groter aan het worden. En blijkbaar is de drempel lager en hebben mensen sneller wapens bij zich. En niet meer gewoon vuisten, wat we wat meer gewend zijn. Maar wat ik ook wel heel zorgelijk vind, is dat we een strafrecht hebben dat daar eigenlijk niet zo goed tegen opgewassen is. Nee, want u zegt de wet moet nu worden aangepast zodat er harder kan worden opgetreden. Hoe dan? Nou, waar het nu om gaat is dat als een jongere een achterstand heeft of gestoord is, dan kan die een behandeling krijgen. Die is 6 jaar en die kan doorgaan zolang als het nodig is. Maar voor een 15-jarige is de maximumstraf 1 jaar. En dan zie je dat bij dit soort gruwelijke delicten natuurlijk ook zo'n strafproces heel lang duurt. Soms kan het wel een half jaar, 3/4 jaar duren. En dan zit zo'n jongere nog maar 1 maand of 2, 3 in de gevangenis en is die vrij. Ja. En het gaat er mij niet om dat je al die kinderen eindeloos achter een deur zet. Helemaal niet. Maar je moet die tijd wel nuttig kunnen besteden. En gedurende die voorlopige hechtenis, weet ik, zijn ze alleen maar bezig met kom ik vrij, wat gaat de rechter doen? En niet met wat is er met zo'n jongen aan de hand dat dit zo uit de klauwen loopt. En hoe moet het in de toekomst komen? Dus we hebben eerder een voorstel gedaan om de straffen toch te verhogen. Om de rechters meer ruimte te geven. Om ook uiteindelijk in die inrichtingen meer ruimte te hebben om met de jongeren aan de slag te gaan. Dat heeft het vorige kabinet eruit gehaald. En ik ben nu toch weer aan het voorbereiden om een voorstel te gaan doen. Om ervoor te zorgen dat de straffen toch hoger kunnen. Dat er niet zo'n groot gat zit tussen behandelen en straffen. Ja. 1 jaar is niet uit. En over welke leeftijdsgroep hebben we het dan? Vanaf wanneer vindt u dat dat in zou moeten gaan? Ik vind eigenlijk dat nu is het zo dat je tot 16 jaar 1 jaar gevangenisstraf kunt krijgen en daarboven 2. Nou, het is wel gelukkig zo dat als jongeren echt gehard zijn en we vinden dat volwassen strafrecht moet worden toegepast, dat kan. Dat is ook prima. Ja, maar die keuze wordt vooral niet zorgen voor de jongeren zo van 14, 15 die moorden plegen en een maximumstraf van 1 jaar kunnen krijgen. Mark, ben je het daarmee eens? Nou, ik vraag me af de ouders. Die zijn natuurlijk nog tot 18.